Ik lig in coma in het begin, want het was nogal een heftig einde, het eerste seizoen. Maar daar ontwaak ik. Ik ontwaak uit de coma. Gelukkig. En ik kan me niet meer heel veel herinneren van wat er precies gebeurd is. Van het hele ongeluk en de schietpartij. Je mag naar huis, Eva. Weet je nog? Dus dat is een beetje een raar begin. Dus ik probeerde eerst achter te komen wat er nou precies allemaal gebeurd is. En ondertussen krijg ik nieuwe buren. Lex. Eva, je nieuwe buurvrouw. Nou ja, ik raak bevriend met ze, maar ik raak steeds meer verwikkeld in hun leven. En wat daar precies gebeurt, kan ik niet vertellen. Jezus Christus. Hey. Ja, ik speelde de rol van Peter Nijhoff. Dat was het vorige seizoen. Peter Nijhoff heeft het vorige seizoen een enorme fout begaan. Nee, rustig maar. Rustig. Maar daardoor begint hij toch op een wat, wat kleinere plek dan doorgaans. Daar moet hij zien te overleven. En? Hoe staat het ervoor? De rechter beslist over 2 weken of jouw TBS verlengd gaat worden. Steve is begon eigenlijk in seizoen 1 als een hele vrolijke, goed gemutste politierechercheur. Die wel een beetje tof deed hier en daar en stoer was en absoluut wel een alfamannetje was. En hij eindigde toch behoorlijk kapot gemaakt en had ogenschijnlijk alles verloren. En nu in seizoen 2 verwerkt hij eigenlijk het verlies. En dat is een proces wat gaande is nog. Hij is nog behoorlijk boos. En eenzaam. En op zoek om te herstellen datgene wat hij verloren heeft. Wat doe ik nou hier? Hey. Kom eens hier, man.